We zijn hier bij het Olympisch Stadion in Amsterdam, waar in 1928 de Olympische Zomerspelen gehouden werden. Aankomende zomer zullen de Olympische sporters te bewonderen zijn in Tokio. Maar welke sporters zullen zich eigenlijk kwalificeren? Nieuw Amsterdam Spel ligt er in deze reeks een aantal uit. Vandaag nemen we een kijkje bij het 3 tegen 3 basketbal. Het is kort, snel, gebeurt veel, er is heel veel actie en het is echt een gevecht. Ik denk dat het ook voor mensen die basketbal niet kennen een heel mooie manier is om de sport te leren kennen, heel makkelijk in te vallen. En ja, al die dingen maken 3 tegen 3 echt een mooie sport. Nederland zit al een aantal jaren in de top bij het zogeheten 3 tegen 3 basketbal. Een variant waarbij twee teams van 3 spelers het tegen elkaar opnemen op een half veld met 1 basket. Dit relatief nieuwe spel, dat zijn geschiedenis kent op basketbalpleintjes, wordt aankomende zomer voor het eerst een Olympische sport. Als basketbal de Olympische Spelen halen, dat is echt groot. Als Nederlander denk ik nog groter. Omdat, daar droom je van om zoiets mee te maken. Dus ja, ik zou echt alles erop geven om dat te kunnen halen. Het is voor ons belangrijk dat het een Olympische sport is geworden, omdat je daarmee de erkenning krijgt van de rest van de sportwereld en ook van sponsoren. Eigenlijk net zoals alle andere sporten. Als je iets professioneel wil bedrijven, dan heb je gewoon sponsoren nodig om te kunnen trainen, om je reis te kunnen betalen. En op het moment dat het Olympisch is, dan krijg je een platform die je kunt gebruiken om sponsoren aan te trekken. In het gewone 5 tegen 5 basketbal speelt Nederland internationaal gezien al geruime tijd geen grote rol. Maar in het 3 tegen 3 daarentegen staat het Nederlands team op de 4e plaats van de wereldranglijst. En behaalden zij op de WK's in 2017 en 2018 de 2e plek. En dat is goed te verklaren. Nou, ik denk de belangrijkste reden waarom we best wel goed zijn in 3 tegen 3 is dat wij een jaar of 3 geleden strategisch zijn gaan plannen op Olympische kwalificatie. We wisten toen nog niet dat het een Olympische sport zou worden. We hadden wel een vermoeden dat zou gebeuren. Dus toen zijn we al begonnen met ons trainings- en wedstrijdprogramma om daarop voor te sorteren. Ondanks de goede prestaties op eerdere toernooien moet het Nederlands team zich nog wel plaatsen voor de Spelen in Tokio. En daar zijn 2 mogelijkheden voor. Op de Olympische kwalificatietoernooien in Delhi in maart en Budapest in april. Ik durf met volle zelfvertrouwen te zeggen dat wij er gaan staan. Ik heb heel veel vertrouwen in deze groep. Dus ik denk dat we echt hele grote kansen hebben om te halen.